Dan gaan we verder met de zoektocht naar de man op deze compositietekening. Hij heeft een pakketbezorger zwaar mishandeld. Ik had eindelijk een job gevonden. Ik studeerde op dat moment. Ik studeerde vastgoed. Ik wilde wat maken van mijn leven. Op 22 december is alles in duigen gevallen. Die dinsdag 22 december is de 20-jarige Limburgse pakketbezorger rond 9:30 begonnen aan zijn dienst. Het was een bijzondere ochtend, omdat het 2 dagen voor kerstavond was. Eerst moest ik een fiets ophalen en mijn vrouw gaf mij koekjes mee, omdat de pakketbezorgers het zo druk hadden die dagen. Rond 9:45 komt hij aan op de Echterstraat in Dieteren. Nee, prima, dat gaan we zeker doen, maar blijf even hangen. Ik moest een telefoon afgeven van Vodafone. Ik moest ook een contract laten ondertekenen. Het gekke was dat de rolluiken dicht waren. Het was wel vroeg in de ochtend, maar niet zo vroeg. Ik dacht, ik ga eens nog aanbellen. Maar niemand deed open. Toen dacht ik, ik loop terug naar mijn bus. En op dat moment sprong iemand achter mijn bus vandaan. Bus, de telefoon, nu! De eerste 2 seconden stond ik stil en wist ik niet wat mij overkwam. En na die 2 seconden probeerde ik mezelf te herpakken. Op het moment dat hij zijn pistool laadde, dacht ik van, jongens, dit gaat helemaal fout. Dus ik greep naar zijn pistool met mijn linkerhand. Maar omdat ik zo gespannen was en zo gefocust was op dat pistool, liet ik de rechterkant van mijn gezicht helemaal open. Dus dat was voor hem een mooie plek om een klap uit te delen. Ik kreeg meerdere malen klappen op mijn hoofd met het pistool, waardoor ik duizelig werd. En op dat moment wist ik van, oké, er is nu geen tijd om flauw te vallen of weg te rennen of wat dan ook. Ik moet nu mijn mannetje staan. Want op het moment dat ik een vuistslag op mijn rechterkaak kreeg en een piep uit mijn oren kwam, wist ik dat dit niet goed was. Alles ging slow motion. Ik voelde ook dat mijn kaak gebroken was. Bro, gaat goed. De collega die nog steeds aan de lijn hangt, hoort dat het mis is en schakelt hulp in. Mijn doel was op dat moment zo snel mogelijk wegwezen. Ik kon zijn muts grijpen. Vanaf dat moment was hij in paniek. Goed bij die bus, laat met rust. Op een gegeven moment heb ik alsnog mijn telefoon weten te bemachtigen. De jonge bezorger blijft zwaargewond achter. Ik heb nu op dit moment 14 schroeven en 2 platen in mijn kaak zitten. Mijn kaak was op 2 plekken gebroken. Concentratie- en reactievermogen is achteruit gegaan. Ik draag sinds dat moment een bril, omdat mijn visie waziger is geworden. Ik kamp nog steeds met psychische klachten. Ik heb PTSS opgelopen. Ik ben achterdochtig. Ik vertrouw de situaties niet meer. Ik vertrouw de mens niet meer. Ja, en door dat slechte zicht, die concentratieproblemen heeft deze man niet alleen moeten stoppen met zijn werk als bezorger, maar ook met zijn opleiding. Mevrouw van Dijk, dan zijn eigenlijk al je toekomstplannen weg. En dit slachtoffer is echt in de val gelokt. Ja, we weten inmiddels dat die iPhone die hij moest afleveren aan de Echterstraat in Dieteren niet door die bewoners zelf was besteld. Die wisten helemaal van niets. Maar door criminelen. En het gebeurt wel vaker dat criminelen een nieuw toestel bestellen met andermans gegevens. En dat ze dan hun eigen e-mail gebruiken om zo te weten wanneer dat dan bezorgd gaat worden om het te onderscheppen. En dat is hier ook gebeurd, maar dan echt wel met uitzonderlijk veel geweld. Nou, laten we kijken wat we weten van de dader. We hebben die compositietekening. Ja, het slachtoffer, dat schatte die man tussen de 19 en 22 jaar oud. Hij was getint en fors gebouwd, zo'n 1,85 meter lang. En verder had hij opvallend bolle wangen en een dun snorretje. En omdat het slachtoffer zijn muts wist af te trekken, weten wij ook dat hij zijn haren aan de zijkanten had opgeschoren en dat het bovenop wat langer was met een soort van pijpenkrulletjes. En door wat hij zelf gezegd heeft, zit hij ook meer. Ja, het slachtoffer zelf is van Marokkaanse afkomst en hij denkt dat de dader dat ook is. Hij heeft op een gegeven moment iets in het Arabisch tegen zijn belager gezegd en die sprak toen in dezelfde taal weer terug. En dat is ook bevestigd door zijn collega die alles heeft gehoord via de telefoon. Dat is dus bevestigd door hem. En verder gebruikte hij verschillende keren ook het woord beurs in plaats van het woord portemonnee. En dat is een woord dat vaker wordt gebruikt in België en in Limburg. Dus het zou zomaar kunnen dat hij uit die regio afkomstig is natuurlijk. Nou, gelukkig hebben we ook een aantal sporen gevonden van hem. Waaronder de wollen muts en onderdelen van een pistool.
Nou, het is hier echt een uitzonderlijk gewelddadige overval geweest. Dus we kunnen ons zomaar voorstellen dat die dader daarover heeft gesproken met mensen uit zijn omgeving. Nou, fijn dat er nu al zoveel aanknopingspunten zijn, maar we hebben nog meer sporen. Een voorbijganger ziet daar in Dieteren vlak voor de overval een man zitten op een bankje op de kruising van de Echterstraat met de Bredeveldweg. Hij heeft vanaf daar perfect zicht op het huis waar even later de bezorger zal aanbellen. Mogelijk was dat de overvaller. Wie zag hem daar? En zo'n 10 minuten voor de overval, rond 10:10, komt deze kleine grijze auto vanuit de Echterstraat de Kerkstraat in. Er stapt iemand uit die vervolgens terugloopt richting de plek waar later de bezorger wordt overvallen. De auto, vermoedelijk een Chevrolet Kalos, rijdt nog een stukje door. We kunnen hem beter zien als hij keert om weer terug te rijden richting de plek van de latere overval. Vermoedelijk waren dit de overvaller en een handlanger. Hopelijk zijn er mensen die deze auto die ochtend hebben gezien en meer kunnen vertellen over de inzittende of bijvoorbeeld het kenteken. De bus van het slachtoffer die de dader meenam wordt gelukkig 1,5 kilometer verderop teruggevonden op de Beuningerstraat in Dieteren, niet ver van de Belgische grens. De daders hebben er alleen 8 pakken van gal en gal uitgehaald, maar wrang genoeg de iPhone waar het om te doen leek en andere elektronica laten liggen. Mogelijk zijn de dozen met drank op de Beuningerstraat overgeladen in de grijze Chevrolet Kalos en hopelijk heeft iemand dat gezien. Dus zag u iets afwijkends daar in Dieteren? Vermoedt u iets over deze dader? Misschien dus in combinatie met de autotip? Doe het desnoods anoniem.